Een goede vrijdag met drie kruisen op Golgotha. Ja, waarom noemen we het Goede Vrijdag? Hoe kun je trouwens een dag waarop de Heer Jezus op brute wijze werd behandeld en gekruisigd werd, een Goede Vrijdag noemen? Nou, natuurlijk weten we dat waarom. Maar ik wil met u kijken wat gebeurde er nu eigenlijk allemaal op deze dag, maar meer op het punt Golgotha, met de kruisen. En we willen daarom gaan naar Lucas, hoofdstuk 23. En dan lees ik met u vanaf vers 33 tot en met 48. Lucas 23, 33 tot en met 48. En daar staat geschreven: toen zij op de plaats kwamen die schedel genoemd werd, kruisigden ze hem met de misdadigers, die de een aan de rechter en de ander aan de linkerzijde. En Jezus zei: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen. En zij verdeelden zijn kleren en wierpen het lot. En het volk stond toe te kijken, en met hem beschimpten ook hun leiders hem. Ze zeiden: Anderen heeft hij verlost. Laat hij nu zichzelf verlossen als hij de Christus is, de uitverkorene van God. En ook de soldaten kwamen hem bespotten en brachten hem zure wijn. En ze zeiden: Als u de koning van de Joden bent, verlos dan uzelf. Er was ook een opschrift boven hem geschreven in Griekse, Romeinse en Hebreeuwse letters: Dit is de koning van de Joden. En een van de misdadigers die daar hingen, lasterde hem en zei: Als u de Christus bent, verlos dan uzelf en ons. Maar de anderen antwoordden en bestraften hem: Vrees zelf u God niet, nu u hetzelfde vonnis ondergaat? En wij toch rechtvaardig, want wij ontvangen straf overeenkomstig wat wij gedaan hebben, maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zei tegen Jezus: Heere, denk aan mij als u in uw koninkrijk gekomen bent. En Jezus zei tegen hem: Voorwaar, zeg ik u, heden zult u met mij in het paradijs zijn. En het was ongeveer het zesde uur en er kwam duisternis over heel de aarde tot het negende uur toe. En de zon werd verduisterd en het voorhangsel van de tempel scheurde midden door. En Jezus riep met luide stem en zei: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En toen hij dat gezegd had, gaf hij de geest. Toen de hoofdman over 100 zag wat er gebeurd was, verheerlijkte hij God en zei: Werkelijk, deze mens was rechtvaardig. En al de menigte die samengekomen waren om dit te zien, zagen wat er gebeurd was en keerden terug terwijl zij zich op de borst sloegen. Zover Lucas 23. Weet u, er zijn zoveel verschillende afbeeldingen, schilderijen, tekeningen over de kruisiging van de Heer Jezus. Vanuit verschillende hoeken wordt dat dan benaderd, de drie kruisen of de Heer Jezus alleen. Maar ook de evangeliën beschrijven het op verschillende manieren. Het evangelie van Matthäus, die noemt in hoofdstuk 27 expliciet dat er twee misdadigers mede gekruisigd werden. Eén aan de rechter en één aan de linkerzijde. En dat ze hem, net als de voorbijgangers, schriftgeleerden, oudsten en fariseeën, verweten anderen te verlossen en zichzelf niet. Meer niet. Marcus benoemt de misdadigers in hoofdstuk 15. En maar vermeldt alleen dat ze hem smaden. Verder niets. En Johannes vermeldt in hoofdstuk 19... dat er twee anderen gekruisigd werden. En dan zegt hij alleen nog van hen dat hun benen gebroken werden. In hoofdstuk 19, vers 32. Maar wat we gezien hebben, is dat het Lucas is die er juist een heel gedeelte aan besteedt. En laat zien wat er op de drie kruisen plaatsvond. De Heer Jezus hing natuurlijk wel in een hele bijzondere positie. Hij hing tussen hemel en aarde. Maar hij hing ook tussen twee misdadigers. En het lijkt wel of die twee misdadigers
ook de mensheid representeerde. Dus aan de ene kant een mensheid, aan de andere kant een mensheid. En de Heer Jezus tussen hemel en aarde. Wat bijzonder is natuurlijk, is dat beide mannen, zowel de linkse als de rechtse, hadden een gelijke positie. Beide zagen de Heer Jezus. Beide hebben de woorden die hij sprak kunnen horen. De woorden als wat wij noemen de zeven kruiswoorden. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Voorwaar, ik zeg u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Vrouw, zie uw zoon, zoon, zie uw moeder. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Mij dorst, het is volbracht. En Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Woorden die verdeeld over de vier evangeliën beschreven zijn. Beiden hoorden ze, beiden zagen de Zoon van God. Maar er werd zo verschillend op hem gereageerd. Reacties met zijn eigen consequenties, met zijn eigen gevolgen. Alsof de twee misdadigers de mensheid vertegenwoordigden in twee groepen. De mensheid viel daar op dat kruis van Golgotha in twee delen uit elkaar. Namelijk gered of verloren. En daarom de drie kruizen en elk zijn betekenis. Op het linkerkruis stierf iemand in zijn zonde. Nou, vanwege het scheiden van de bokken naar links en de schapen naar rechts, wat we lezen in Matteüs 25, neem ik de vrijmoedigheid om de mens die verloren gaat aan de linkerkant te plaatsen. Deze man ging mee in het lasteren van het volk en van de leiders en van de soldaten. Hij deed enthousiast mee. Moet u nagaan, met de dood in de ogen verhardde hij zijn hart in plaats zich af te vragen, maar hoe zit het met mij in het leven na de dood? Is er een God die oordeelt? Wat zal er gebeuren? Maar in plaats van dat deed hij spottend mee. En we lazen in vers 39 van Lucas 23 dat u zegt, als u de Christen bent, verlos dan uzelf en ons. En let op wat hij hier zegt. Hij zegt, als u de Christen bent. Dat is geen belijdenis, dat is geen erkentenis dat hij de verlosser is. Want anders had u gezegd, u bent de Christus. Nee, spottend. Als u dat bent, nou laat het dan zien, bewijs het dan. Dus op een wijze van, u bent het niet. Spottend. En moet u nagaan, deze man, zo dicht bij de Heere Jezus, die stierf in zijn zonde en hij ging verder in zijn toestand van gescheiden zijn van God en het missen van zijn heerlijkheid. Want dat is de toestand van een mens die de Heere niet kent. We lezen in Romeinen 3, vers 23, heel duidelijk wat de Bijbel zegt, want alle hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. Deze man aan het kruis, zo dicht bij de Heer Jezus, miste de heerlijkheid van God. Maar wat nog erger is, hij leefde gescheiden van God, maar na zijn dood zou hij eeuwig gescheiden blijven van God. En zoals 2 Thessalonicenzen dat zegt, in een eeuwig verderf, weg van het aangezicht van de Heere en van de heerlijkheid zijner macht. Zo dicht bij Jezus te zijn en toch voor eeuwig van hem verwijderd te zijn. Er was geen bekering, er was geen wedergeboorte. En lieve broeders en zusters, vandaag zijn er zoveel mensen die leven als het ware dicht bij Christus. Ze gaan naar de kerk, ze lezen misschien 's ochtends hun Bijbel, ze bidden het Onze Vader, ze vertrouwen op de kinderdoop en ze denken maar, ik ben toch dichtbij genoeg. Maar je moet niet dichtbij zijn, je moet tot bekering komen.
Je moet met je mond belijden en met je hart geloven. En deze man die laat zien, je kunt nog zo dicht bij Christus komen en toch verloren gaan. Dat is de man op het linkerkruis. De man die stierf in zijn zonde. Dan gaan we naar die ander, aan de rechterkant. En dat is iemand die stierf in de vergeving van zonde. Ziet u het verschil? Twee mannen, dicht bij Christus. De een sterft in zijn zonde, de ander sterft in de vergeving van zonde. Nou, deze man was niet echt beter dan die ander. Want we lezen in de evangelie dat hij in het begin meedeed met het spotten. Maar tijdens de gebeurtenissen is zijn geweten gaan spreken. Heeft de geest van God hem de ogen geopend en is die tot inkeer gekomen. Want in vers 40 van Lucas 23 lezen we het volgende. Maar de andere, dat is hij dan aan de rechterkant, de andere antwoordde en bestrafte hem. Hij sprak niet eerst tot Christus, hij sprak tot die andere misdadiger. En hij zegt, vreest zelf u God niet, nu u hetzelfde vonnis ondergaat. Zijn geweten ging waarschijnlijk spreken. En hij zegt wij hangen hier rechtvaardig. Hij beleed dat hun een straf verdiende. Maar wat zegt hij hier verder? Wij toch rechtvaardig. Wij ontvangen straf overeenkomstig wat wij gedaan hebben. Maar let op de woorden, maar deze. Over wie had hij het? Had hij het over de Heere Jezus? Hij zegt, deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Zijn ogen waren geopend. En dit is precies wat de schrift ons leert. Kijk u eens mee in Hebreeën 4 vers 15. Hebreeën 4 vers 15, opnieuw een tekst, zo bekend. Maar het laat zien wat de man aan het kruis erkende. En hij zegt hier, vers 15, want we hebben geen hoge priester die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar één die in alles op dezelfde wijze is verzocht, maar zonder zonde. Hij zag het. En weet u, zelfs voor de kruisiging was er iemand die dat zag, Pilatus. Pilatus zegt twee keer in Lucas 23, in vers 14 zegt hij, u hebt deze mens naar mij toegebracht als iemand die het volk afvallig maakt. En zie, ik heb hem in uw aanwezigheid ondervraagd, maar ik heb in deze mens niets gevonden dat hem schuldig maakt aan de dingen waarvan u hem beschuldigt. Vers 22. En hij zei echter voor de derde keer tegen hen, wat voor kwaad heeft hij dan gedaan? Ik heb niets in hem gevonden wat de dood verdient. En deze man, een misdadiger, dicht bij de Heere Jezus, en hij erkende dat. Maar hij erkende nog iets. Hij zegt in vers 42, en hij zei tegen Jezus, Heere, Kurios. Dus het was niet alleen Jezus Christus, maar hij herkende hem als de Heere. Maar hij herkende hem ook als nog wat anders. Hij zegt, denk aan mij als u in uw koninkrijk gekomen bent. Hij zag hem als de Verlosser. Hij zag hem als de Heere. Hij zag hem als de koning van de Joden. En misschien ook wel door het bordje wat boven zijn hoofd hing. Wat we in vers 38 gelezen hebben. Dat er een bordje hing, dit is de koning van de Joden. Maar hij beleed dat. Hij getuigde daarvan. Hij geloofde dat Jezus Christus de mogelijkheid had om aan hem te denken. Zo bijzonder. En de vraag was, denk aan mij als u in uw koninkrijk gekomen bent. Met andere woorden,
Had u begrepen dat er leven na de dood is? Had u begrepen dat het voor Christus niet het einde was? Had u begrepen dat de dood van Christus een ingaan in zijn koninkrijk zou zijn? Bijzonder als je dat leest. De een spottend en zijn hart verhardend en hij belijdend wie de Heere Jezus was. En dan staat er zo mooi. En Jezus zei tegen hem. Er staat niet en Jezus zei tegen hun. Hij zei tegen hem. Tegen degene die met zijn mond beleed en met zijn hart gelooft dat Jezus de Zoon van God is. Dat Hij de Heer is. Dat Hij de Koning is. En hij zei tegen hem, voorwaar zeg ik u. En als de Heer Jezus voorwaar zegt, dan kun je er 100% op vertrouwen. Dat is zekerheid. En hij zegt, heden. Wanneer is dat? Vanaf dat moment. Die ging niet in als die zou overlijden. Die zou ingaan op dat moment. En zo krijgen wij niet het eeuwige leven aan het eind van dit leven. Je ontvangt het eeuwige leven op het moment dat je tot geloof en bekering komt. Dan heb je die zekerheid bij hem te zijn. En hij zei, bij heden zult u met mij in het paradijs zijn. Nou, dat klinkt bijna nog mooier als het koninkrijk. Het paradijs zoals God het in de beginnen bedoeld heeft. Daar zul je zijn, waar vrede is, waar rust is, waar zaligheid is. Prachtig om te zien. En dat zit vol van de genade van God. Deze man kon niet meer bewijzen dat het waar was. Hij kon niet meer laten zien dat hij een christen was geworden. Geen werken waren er meer mogelijk. Nee, het is ook niet uit werken. Het is ook door het geloof. Paulus schrijft in Efeze 2 vers 8 en 9. Efeze 2 vers 8 en 9. Laten we het maar lezen. Terwijl velen van u het misschien zo uit uw hoofd kunnen opzeggen. Maar wat staat er? Want uit genade zijn wij behouden. Bent u zalig geworden. Door het geloof. En dat niet uit u. Het is een gave van God. De Heer Jezus gaf het hem. Schonk het hem. Op dat moment. Een gave van God. Niet uit werken. Opdat niemand zou roemen. En er staat een bewijs van. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Prachtig om te zien. Maar hoe was dat dan mogelijk? Hoe was het dan mogelijk dat deze misdadiger die vergeving ontving en de belofte ontving dat hij heden in het paradijs zou zijn? Vanwege het middelste kruis. Want op het linkse kruis stierf iemand in zijn zonde. In het rechter kruis stierf iemand in de vergeving van de zonde. Maar in het midden stierf iemand voor die zonde. Dat is het grote verschil. In het middelste kruis, op het middelste kruis, hing het Lam van God. Het Lam van God dat gezegd heeft, het is volbracht. Jullie hoeven het niet te doen. Ik heb het voor jullie gedaan. Wat heeft hij volbracht? De straf die op de zonde rustte. En waarom heeft hij het gedaan? Opdat een ieder die dat gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven ontvangt. Dat middelste kruis, lieve broeders en zusters, is het bewijs van Gods liefde. Romeinen 5 vers 8 en 9. Romeinen 5 vers 8 en 9. Daar staat het zo mooi. Er staat, God echter bevestigt zijn liefde. Andere vertaling zegt, bewijst zijn liefde. Voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is. En wanneer? Toen wij nog zondaren waren.
Veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door zijn bloed, door hem behouden worden van de toren. We zijn vrij, gerechtvaardigd, onberispelijk en rein voor het aangezicht van God. En dan staat er in vers 44 van Lucas 23. En het was ongeveer het zesde uur. En er gebeurden twee dingen. Er kwam duisternis over heel de aarde die tot het negende uur toe. En de zon werd verduisterd. En er gebeurt het tweede. En het voorhangsel van de tempel scheurde midden door. En als we de Matthäus erbij halen, dan lezen we nog dat de aarde schudde, de rotsen scheurden, graven werden geopend en doden werden opgewekt. Er vond nogal wat plaats op dat moment. Maar het voorhangsel van de tempel scheurde midden door. En sommigen zeggen dan, er is nu geen hindernis meer. Er is geen voorhangsel meer. Nou, wacht even, er is nog steeds een voorhangsel. Het voorhangsel dat scheurde in de tempel, maar dat maakte plaats voor een nieuw voorhangsel. Kijkt u maar mee in Hebreeën hoofdstuk 10. Hebreeën hoofdstuk 10. Daar lezen we in de versen 19 en 20 het volgende. Hebreeën hoofdstuk 10 vanaf vers 19. Omdat wij nu, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, langs een nieuwe en levende weg die Hij voor ons heeft ingewijd, hoor even, door het voorhangsel, dat is door zijn vlees. Het lichaam van Christus is het nieuwe voorhangsel geworden. Daarom zegt de Heere Jezus ook, je kunt niet tot de Vader komen dan door mij. Je kunt niet dat heiligdom binnengaan als je niet eerst door dat voorhangsel binnengaat. En Aaron de hoge priester mocht één keer per jaar. En wij vanwege dat nieuwe voorhangsel, het lichaam van Christus, het offer wat hij gebracht heeft, mogen wij altijd met vrijmoedigheid binnengaan in dat heiligdom. Dat is die geweldige boodschap. Die geweldige boodschap. En dan staat er. En Jezus riep met luide stem. En zei, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En toen hij dat gezegd had, let op, gaf hij de geest. Er wordt soms wel eens gestreden over de vraag, wie doodde nu eigenlijk de Heere Jezus? Waren dat de Joden? Waren dat de schriftgeleerden? Waren dat de oudsten? Waren dat de Romeinen? Was dat onze zonde? Laat ik u zeggen, geen van allen. De Heere Jezus had al eerder gezegd, niemand ontneemt mij het leven. Ik leg het af. Dat maakt de kruisdood zo indrukwekkend. Hij gaf de geest. Hij beveelde zijn geest in de handen van de Vader. En op dat moment, als je dan de vier evangeliën bij elkaar houdt, dan komt dat moment dat hij de zonde op zich neemt. En dat de Vader, die zijn Zoon zo lief heeft, zich volledig moet terugtrekken vanwege zijn heiligheid. En dat de Heere Jezus moest uitroepen, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Nou, dat leert Galaten 3 vers 13 heel duidelijk, omdat Christus een vloek werd. Hij is de vloek geworden. Want vervloekt is een ieder die aan een kruishout hangt. Daarom moest de Vader hem verlaten. En wat een indrukwekkend moment. En het had zo'n indruk, vers 47, dat toen de hoofdman over 100 zag wat er gebeurde
En hij heeft alles gezien wat daar gebeurde. Maar toen hij dat zag wat er gebeurde, verheerlijkte hij God. Ook voor hem was er genade. Hij verheerlijkte God en hij zei werkelijk, deze mens was rechtvaardig. Wat een getuigenis. Vanwege dat middelste kruis kwam een misdadiger tot geloof en bekering. Kwam een Romeinse hoofdman tot geloof en bekering. En de menigte, vers 48. En al de menigte die samengekomen waren om dit te zien, zagen wat er gebeurd was en ze keerden terug terwijl ze zich op de borst sloegen. Dat was het. Waar ze op gehoopt hadden. De verlossing van de Romeinen was niet gebeurd. Degene die wonderen en tekenen had gedaan. Degene die onderwees zoals de Farizeeën nooit hadden onderwezen. Was gestorven aan dat kruis. En wat dat uitwerkte lezen we bij de Emmausgangers. Verdrietig, terneergeslagen, want was dat het? Nee, dat was het niet. Het lijkt op een trieste slotmoment. Maar wacht even, 3 dagen later. En daar gaan we naar kijken, naar Pasen. Hij is opgestaan uit de dood. Weet je, Goede Vrijdag was niet het einde. Goede Vrijdag, dat was een moment waar het duidelijk werd dat Christus eens en voor altijd voor de zonde gestorven is. En om die reden wil ik eigenlijk afsluiten met 3 gedeeltes uit de Hebreeënbrief. En we gaan eerst naar Hebreeën hoofdstuk 7. Hebreeën hoofdstuk 7 vanaf vers 25. Hebreeën hoofdstuk 7 vanaf vers 25. Daarom kan hij, de Heer Jezus, ook volkomen zalig maken wie door hem tot God gaan. Omdat hij altijd leeft om voor hen te pleiten. Want zo'n hoge priester hadden wij nodig. Heilig, onschuldig, onbesmet, afgescheiden van de zondaars en boven de hemelen verheven. Hij heeft het niet nodig, zoals de hoge priesters, elke dag eerst voor zijn eigen zonde slachtoffers te brengen. En pas daarna voor die van het volk. Want dat, en dan komt het, heeft hij eens en altijd gedaan toen hij zichzelf offerde. Voor eens en altijd. Hoofdstuk 9, vers 12. Hij, de Heer Jezus, is niet door bloed van bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed voor eens en altijd binnengegaan in het heiligdom. En heeft daardoor een eeuwige verlossing teweeggebracht. Hoofdstuk 10, vers 10. Daar staat weer zo mooi, op grond van die wil zijn wij geheiligd. Door het offer van het lichaam van Jezus Christus, eens voor eens en altijd gebracht. En om die reden alleen, kan een kind van God met volle overtuiging zeggen, Goede Vrijdag is de beste vrijdag die ooit in de geschiedenis heeft plaatsgevonden. Amen. Hij zal mij geleiden naar grazige weiden. Hij voert mij als zachtkens aan waterende rust. De Heer is mijn herder, hij waakt voor mijn ziel.
Hij brengt mij op wegen van goedheid en zegen. Hij schraagt me als ik wankel, hij draagt me als ik viel. De Heer is mijn herder, al dreigt ook het graf. Geen kwaad zal ik vrezen, gij zult bij mij wezen. O Heer, mij vertroosten, uw stok en uw staf. De Heer is mijn herder, hem blijf ik gewijd. Ik zal immer verkeren in het huis mijnes Heeren. Zo kroont met haar zegen zijn liefde.